zwakker maken van nationaal bewustzijn komt een transnationale elite ten goede. Die baat kunnen hebben bij bijvoorbeeld bij goedkopere arbeidskrachten, bij tot de mogelijkheid om te schuiven. En er kan ook een heel ideologisch aspect aan zitten overigens. Dat sluit ik ook niet uit. Dat je echt zegt, nee, we moeten ook af van die nazistaat. De ene stam is 1500 jaar oud en de andere stam is nog veel ouder. Die zijn uitverkoren door God en zij hebben de juiste profeet. En dit volk, dat kan nooit uitgebreid worden of vermengen, want dat is het volk van God. En die gaan elkaar ergens te lijf. En wij in onze geseculariseerde wereld gaan een kant kiezen. Waar hebben we het dan? Een parlement moet leven, het moet herkenning hebben, het moet jou, jij moet jezelf daarin terug kunnen zien. En je moet denken, dat is mijn man of vrouw en die vertelt mijn verhaal en die gaat in Europa dingen regelen voor mij. Nederland al heel lastig. Ja, precies. Europa. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van 5 mei. En vandaag zitten aan tafel Ad Verbrugge en Jasper van Dijk. Heren, welkom. Ja. Jelle was er niet vandaag, maar we zijn niet voor één gat te vangen. Dus jij zit er, inmiddels ook een soort van vast gezicht. Dus voor het eerst dat wij samen aan tafel zitten. Ik begin altijd met een rondje lief en leed bij het nieuws van de week. Zo ook deze keer. Heb jij iets noemenswaardig beleefd? Nou, ik wou eigenlijk vooral, als je het goed vindt, Rogier, reageren op wat jij vorige week zei bij Nieuws van de Week. Namelijk over de reacties op de gesprekken die we voeren. Dat kan nogal eens wat losmaken. Op de eigen website, maar ook op Twitter en andere social media. Ik vond dat je heel terecht het punt maakte van kritiek is prima, maar speel wel op de bal en niet op de man. Er werd overigens heel fijn op gereageerd. Vond ik echt, was mij echt een pak van mijn hart. De inhoudelijke kritiek bleef, maar de vorm, het werd wel opgepakt. Dus fijn vond ik dat. Dus dank daarvoor. Oké. Okay. Ja. Dan hebben we jou lief gehad. Nu het leed van nu van over naar de, ja, leed van Jasper. Nee, precies. Nee, maar ik krijg ook kritiek, ook op de website van De Nieuwe Wereld. Ook en, uit SP-kringen. Ook uit SP-kringen, ja. Precies. En kritiek is hartstikke goed. Ik wil ook graag altijd met iedereen daarover in gesprek. Graag zelfs. Maar als je wordt gecanceld of afgeschreven omdat je bijvoorbeeld bij de SP zit of omdat iemand je niet mag. Dus totaal inhoudsloze kritiek van ik omdat kijk omdat je zo rechts bent opgeschoven, Jasper. Daar ga je. Je bent een conservatieve kompotfuik ingezwommen. Met transgender uitzending. Goed bruggetje. Of omdat mensen zeggen van ja, maar ik kan ook net zo goed naar de NPO kijken. Dan denk ik, dat vind ik vreemd. Want A, je mag van mij altijd naar de NPO kijken. Geen enkel probleem. Maar B, ik had bijvoorbeeld een interview met een gesprek met Kees Boonman. Journalist, die inderdaad vaak op de radio is. Precies. Maar dat is echt een veel uitgebreider gesprek hier bij De Nieuwe Wereld. Want we hebben een uur lang kunnen doorpraten. De diepte ingaan over de relatie politiek en media. Net even anders dan die 20 seconden soundbites op de publieke omroep. Dus ik zou zeggen, profiteer ervan. En als je het niet goed vindt, je hoeft niet te kijken. Hè? Dus. Maar dat gezegd hebbende, ik had ook een gesprek met Jan Kuitenbrouwer. Ja. Journalist en erg bezig met de discussie rond transgenders. Gevoelige discussie. Dus volgens mij hebben we daar een heel genuanceerd gesprek gevoerd. Waarbij ik ook heel open aan hem heb gevraagd, wat zijn jouw zorgen rond het transgenderbeleid, de transgenderwet en de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de enorme toename van met name jongeren die een aanvraag doen om in transitie te komen. Dus de afgelopen jaren echt verviervoudigd van 2 naar 8000 jongeren die op de wachtlijst staan om veelal van vrouw naar man te gaan. Ik voel mij gesterkt door deze voorpagina van Trouw. Psychiaters in heel Europa zeggen ook, wees voorzichtig met transzorg voor jongeren. Dus ook daar kwam enorm veel kritiek op Twitter met name, van mensen die zeggen, ja, maar die Jan Kuitenbrouwer is gewoon een transhater en dat is gewoon een viezerik. Nou ja, niet erg inhoudelijk. Dat was naar aanleiding van het feit dat hij ook op een Facebookpagina... Precies, hij heeft dan ook in het gesprek met mij gezegd, ik zit zelf in een Facebookgroep waar het ging om ouders van transgenders. Mm-hmm. Niet transgender jongeren, maar de ouders daarvan. Ja. Hij heeft dat in volledige met open vizier gedaan.
met zijn naam om daar meer kennis te vergaren over dit punt. Nou, je wil niet weten wat voor shit hij over zich heen heeft gekregen. Want hij is een kinderlokker, hij wil die jongeren bespieden. Hij heeft daar overigens ook van tegen mij gezegd, ik heb dat te kort door de bocht verteld in het gesprek met mij hier. Dus hij snapt ook wel dat het op die manier vragen opriep. Van ja, ik zit in een Facebookgroep met transgenders. Heb ik met hem besproken. Hij zei ook, dat mag best even rechtgezet worden. Hij wilde dat misschien zelf ook nog doen op Twitter of ergens anders. Bij deze in ieder geval. Precies, dus gevoelige discussie. Maar alsjeblieft, er staat hier wel een mooi citaat inderdaad. Van nou ja, laat het een open discussie zijn. En je bent niet gelijk voor. Moet ik het even precies citeren. Het is twee zinnen. Als je kritisch bent op deze zorg, transgenderzorg, lijkt het alsof je tot de antigroepen hoort. Als je erin meegaat, alsof je alleen maar pro bent. Wij hopen op een goede discussie. En dat zeggen de psychiaters, die echt zeggen van er is veel te weinig onderzoek gedaan naar de genderdysforie. Precies, de puberteitsremmers. Ja. Het gaat echt veel te hard op dit moment. Dus je moet er veel zorgvuldiger kijken hoe je iemand die in transitie wil gaan, hoe je dat doet. Dus er moet veel meer onderzoek naar gedaan worden. Goed, dat als aanvulling op. Ja, en je had dus er waren dus veel heftige reacties en daar vind jij dus iets van. Dat is je punt. Ja, en ten overvloede, kritische reacties, dat mag. En ik snap ook dat mensen die zelf transgender zijn of daar in die kringen verkeren, veel kritiek kunnen krijgen die ook weer niet passend is. Maar ik ben alles behalve een transhater. Jan Kuitenbrouwer is dat ook niet. Dus voer het discussie alsjeblieft op de inhoud. Ik weet zeker dat Jan Kuitenbrouwer dat ook wil. Mooi. Nou, waarvan akte. Door. Lief en leed. Ad. Ja, misschien even een korte reactie op Jasper. Want ik heb inderdaad ook wat van die reacties voorbij zien komen. En ik kan me voorstellen dat dat ook vervelend is voor een gast. Hè. Maar los daarvan, het is denk ik ook vrij tekenend. Jasper's gesprek werd ook weggezet als een ongenuanceerd conservatief rechts verhaal. En dat geeft eigenlijk zelf al aan wat er aan de hand is. In plaats van je inhoudelijk met een bepaalde positie in te laten. Te zeggen, ik vind dit argument niet zwaar genoeg of dat. Ben je dus meteen aan het kwalificeren en in dit geval dus depreciëren. En dat is dus het einde van het debat. En dat zien we natuurlijk niet alleen in deze discussie. Hè, maar we hebben dat bij rond het coronabeleid gezien. We zien het in de huidige politieke gesprek over migratie. We plakken er een etiket op en we schuiven iemand weg en daarmee is het klaar. Mm. En dat is dus het einde van de democratie. Hè. Dus als je op deze manier te werk gaat, democratie is juist leven met het verschil. Het, ook het recht van spreken van minderheden, maar wel ook het inhoudelijke gesprek met elkaar blijven voeren. En dat verdwijnt. En dat is denk ik ook de reden waarom we bij de Nieuwe Wereld gesprekken voeren. En niet eens discussies. Maar toch omdat je wil dat er een bepaalde argumentatie boven tafel komt. En ik vind ook, jij zei, ik kijk niet zo snel. Of jij doet volgens mij niet aan Twitter zelf. Nee, maar dat is, ik kan daar ook niet goed tegen. Ik vind dat inspirerend, Ad. Moet stoppen. Het is zo kort door de bocht. Het is een riool in zekere zin. Er zijn ook hele goede dingen, serieuze tweets. Natuurlijk, maar de ongenadig harde kritiek die mensen op elkaar geven, op de persoon, dat gaat heel ver. Nee, maar weet je wat het is? Het is gewoon wie ik ben. En anderen die zich daar wel mee inlaten, moeten dat doen. En er zijn ook hele goede redenen om het wel te doen. Mm-hmm. Maar mijn persoonlijkheidsstructuur leent zich er gewoon niet goed voor. Bij mij komen die dingen dan binnen, dan ga ik me eraan ergeren. Dan ga ik weer moeten gaan reageren, want ik ben dan ook toch best een beetje een trots mannetje. Dus dan wil je weer je gelijk gaan halen. En voor je het weet ben je uren bezig met een lullige opmerking. En ik heb gezegd, dat moet ik gewoon helemaal niet doen. Ik moet gewoon bezig zijn met het ontwikkelen van mijn gedachten, serieuze gedachtenwisseling. Maar al die, dan komt dat ego in het spel. En dat je toch zelf ook gekwetst bent. En weet je wel, ik wil het liefst gewoon rustig blijven nadenken. Dus het raakt mij dan te zeer. En dan kan je zeggen, dan speelt mijn ego te zeer op. Ik kan het beter gewoon uitschakelen. En af en toe kijk ik natuurlijk wel. En je moet het een beetje in de gaten houden. Ook wat het maatschappelijk klimaat is. Ook rond jezelf. Maar ik moet dat gewoon niet te veel doen. Want het kost me veel te veel energie en het levert te weinig op.
goede reden om wel iets met X te blijven doen. Ook waarom de nieuwe wereld er wel op zit, is natuurlijk ook de censuur op YouTube en op LinkedIn is veel groter dan dus op X. Ik ben blij. Ik ben blij. En ook dat anderen het wel doen en die houden mij ook weer op de hoogte. Maar ik zeg, het heeft ook met mij als persoon te maken. Ja, maar nu ben je volgens mij wel erg bescheiden. Ik denk dat heel veel mensen hier last van hebben en het vreet energie. En het is... jij maakt heel helder de keuze van ik doe het niet, want het is niet goed voor me. Maar heel veel mensen, ikzelf ook, zitten in twijfel van ja, maar als ik er wegga, dan sta ik ook niet meer op dat platform. Was jij toch meer of meer gedwongen als politicus ook om het te doen? Nee, ik was zeker niet gedwongen. Ik had ook collega's die zitten niet op Twitter. Okay. Ronald van Raak bijvoorbeeld, ook nooit Twitter. Wil lekker met zichzelf, zijn eigen gedachten. Ja. Heel verstandig. Ik doe niet Instagram. Facebook ben ik mee gestopt. Ik doe alleen nog Twitter en LinkedIn, inderdaad. Maar ik probeer het wel tot momenten te beperken. En niet de hele dag als je vijf minuten hebt. Dat is ook doodvermoeiend. Hoe doe jij dat? Ik ben sowieso maar 2, soms 3 dagen per week met media bezig. En dan twitter ik ook wel eens iets. Maar ik heb altijd 3 of 4 dagen mediapauze. Wat verstandig. Kijk, dit is inspirerend. Voor mij werkt het in ieder geval. Ja. Hey, snel door, heren. Want volgens mij hebben we hier weer genoeg over gezegd. Wij kwamen net tot... Jelle was bij Frans Hals geweest en wij waren allebei geïnspireerd. Jij bent er ook... Ik was sowieso ook van plan. En ik moet zeggen, ik was echt blij verrast. Ik vond het geweldig. Dat komt dan bij mij ook in binnen. Op een bepaald moment stond ik echt met tranen in mijn ogen. En ik van, ik moet even weg. Want dit is. Wat ik het mooiste vond, is dat je zo zeer voelt een bepaalde cultuur. Dus dat een vissersjongen, een jochie, maar ook een schutter, inderdaad, gewoon in beeld worden gebracht. En je ziet dus individuen staan. Je ziet gewoon persoonlijkheden. Er staan wel 12, 13 man, of bij andere schilderijen een marktvrouw. Maar het blijven individuen. En je ziet de een kijkt zus en de ander zo. En de een is bij dat mooie, dat centrale schutterstuk. En dan zie je dus de commandant die zie je staan. En je ziet tegelijkertijd, die heeft weemoed. Die zie je in zijn ogen. Mm. En ik vond het zo, het is met zoveel liefde ook geschilderd in die zin. En zo psychologisch. Maar wat ik ook prachtig vond, en wat ik denk ik vandaag de dag mis, is een soort eenheid van stijl. Dus dan denk je van, goh, als je nou naar onze kleding kijkt, hè, en je zet het gewoon af tegen een 17e eeuwse, weet je wat prachtig, wat een stijl. Met de hoeden, het borduurwerk, de fijnzinnigheid. En je ziet dat die confectie is ook, we zijn natuurlijk helemaal niet op vooruit gegaan qua kledij. Dus je ziet daar, echt in het alledaagse leven, het kunst, het ambacht in die kleding. En dat wordt dan weer in zo'n schilderij vertaald. En het is natuurlijk een bepaalde periode geweest, niet voor niets gouden eeuw. Maar dat begrijp je ook wel. Het is ook al het begin van het einde natuurlijk, een gouden eeuw. Dat zie je vaker bij beschavingen. Daar treedt ook de decadentie in, overvloed en onbehagen, om het zo maar te noemen. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien ook Nederlandse gloriedagen. En een soort eenheid van stijl, met een esthetiek, oog voor het alledaagse leven. Weet je wel, Taylor op een gegeven moment zegt, heiliging van het alledaagse leven. En dat zie je in die Nederlandse stoffelijkheid. Hè? Dus de aandacht voor kleding, voor tafelkleedjes, maar ook voor die koopmansvrouw die daar groenten staat te verkopen. Gewoon die mensen konden waarnemen, snap je? Ja, dat was overigens niet door Frans Hals geschilderd, die groenten zelf. Die waren door iemand anders. Maar het is een traditie. Hè? Dat schutterstuk is ook maar voor een deel door dat centrale stuk. Maar het is een traditie. En dat je ziet waarnemen, dat mensen echt kijken. En op die manier dus de wereld ook tot glans brengen. Want dat is het gewoon. Ik vond het ook ontroerend. Ik had totaal niet verwacht. Dus ik was echt overdonderd. Ik had een beetje het idee van, Frans Hals, weet je wel, toch op de 1-2 garnituur. Dat valt erg mee. Ik heb weinig toe te voegen aan jouw observaties. Het enige is wel inderdaad dat jij zegt, de soort oog voor het individu, wat natuurlijk in die tijd, het is vlak na, hij is zelf ook verdreven uit Antwerpen, dus weg van de katholieken naar die protestantse wereld, waar toch dat individu op een andere manier centraal komt te staan.
En hoe hij dat individu helemaal in beeld brengt en laat opbloeien. En tegelijkertijd de kwetsbaarheid en de, de teerheid van de individuele mens laat zien. Ik vond dat ook... Dat is wat Spengler ook zegt. Hè? Vergelijk het Griekse beeld of het fresco met Rembrandt. En bij de Grieken zie je altijd... En ik ben een groot liefhebber. Iedereen weet dat die het kanaal kijkt. Groot liefhebber van de Grieken. In alle opzichten. Nee, absoluut. Dus het staat buiten kijven en een bewonderaar van Plato, Aristoteles en zo. Maar het is anders. Maar dit is een andere wereld. Hè? En wat Spengler zegt, je ziet in die westerse cultuur, in het noordwesten zo van Europa, zo boven eigenlijk de Nederlanden, Vlaanderen, deels Engeland, Duitsland, zo dat gebied dat bloeit. Ook die gotische kunst op. En hij karakteriseert dat. Mensen moeten maar eens kijken in de Spengler-overzicht van de nieuws van de Nieuwe Wereld. Maar daar spreekt Spengler over het oersymbool van het strevende ik in de oneindige ruimte. En je ziet dus inderdaad die diepte in de schilderij, waar het fresco naar buiten toe gaat, geïdealiseerd, een goddelijk lichaam, echt letterlijk, ook goden die je afbeeldt, zie je hier. Weet je, ook gemankeerde mensen met een geschiedenis, weet je wel. Met die soms oud zijn, versleten, sprankelend, doffe ogen. En je kijkt als het ware in naar binnen. Dat is het, je kijkt naar binnen. Hè? Dus het strevende, je kijkt naar individuen. En dat is, ik vind dat prachtig. En dat is toch ook mooi. Hè? Dus juist in die breekbaarheid is het schitterend. Ja, nee, het is echt, volgens mij... Mensen gaan kijken gewoon. Ja, precies. Geniet eens van een Frans Hals. Ja. Dat was Lieve Leed. We gaan door met de inhoud. En dan begin ik ook even... Ik begin even bij Ad, Jasper. Dan kom ik zo, weer meer bij jou. Ja, toch? Ja, volgens mij had je zelf ook wel wat, toch? Introduceer hem maar gewoon. Ik weet niet of ik zelf iets had. Ik weet eigenlijk niet wat je bedoelt. Je wou toch ook over die speech van Eva Vlaardingenbroek? Oh nee, ik vond het een goed onderwerp. Ja, kwam er mee. Maar precies. Dan beginnen we daarmee. Eva Vlaardingenbroek op CPAC. Dat is de Conservative Political Action Conference, geloof ik. Een Amerikaans initiatief oorspronkelijk. Maar die hadden een grote bijeenkomst. Dat is de conference in Hongarije dit keer. Waar alle conservatieve wereld verzamelt zich. Orbán had een speech, Wilders had een speech. En de Nederlandse Eva Vlaardingenbroek, ik geloof van de Leidse Rechten Universiteit, als ik me goed herinner. Die had daar een speech. Hij is inmiddels een soort van influencer, een soort van conservatieve christelijke influencer. En zij hield daar een speech waarin zij het is een oproep. Het eindigt met we moeten het harnas van God, een volledig harnas van God aantrekken en te strijden gaan tegen de Europese elites die gecorrompeerd zijn. Mm-hmm. En die de vijand Hamas binnenhalen. En dan gaat het over immigratie. En dan gaat het over het geweld dat daarmee samenkomt. Het gaat over het verval van schoonheid en vormen en de christelijke cultuur. Huntington haalt ze aan, The Clash of Civilizations. En ze doet eigenlijk een goede analyse. Ze analyseert dat er in plaats van gevechten met andere culturen, dat er binnen Europa, binnen de geciviliseerde wereld, een soort van gevecht gaat ontstaan. En vervolgens roept ze op tot gevecht. Dus de analyse is goed, maar de oplossing is wat haar betreft dat de christelijke mens, de Europese corrupte elites, En alle moslims aan gaan vallen. Het is een heel bijzondere... Jasper. De quote die ik vaak gezien heb was... We weten allemaal wat Europa, wat de Brusselse elite en Frans Timmermans willen. Dat is diversiteit. En dan zegt ze, we weten ook allemaal wat ze daarmee bedoelen. Less white people. Minder blanke mensen en minder mensen zoals wij. Hè? Zo heeft ze het in het Nederlands gezegd. Nou, dat is echt een onvervalst partijtje omvolkingstheorie. Wat ik me daarbij afvroeg is, wat is dan het belang van die Brusselse elite om de bevolking te omvolken in haar gedachten? Hebben jullie daar een idee van? Waarom zou die elite de Europese bevolking willen vervangen in haar ogen? Nou, daar zou ik nog wel een verhaal van kunnen maken. Ik wil er best zo iets over zeggen. Mm-hmm. Maar misschien toch mijn eerste reactie, ook toen ik het voorbij zag komen. Kom maar door.
Nou, het is heel interessant dat we, dit is hier ook al eens iets eerder aan de orde geweest, maar ik wil toch nog even herinnering brengen dat we natuurlijk nu zien dat met name van de dames in Europa een, laten we zeggen, nogal een rechtsconservatief geluid laten horen. Ik zou bijna zeggen de blondines. Dus of het nou Alice Weidel is in Duitsland, Le Pen in Frankrijk, Meloni in Italië, Eva Vlaardingenbroek. Zo zijn er nog wel wat die zich roeren en ook behoorlijk wat succes oogsten. Wat de toespraak van Eva Vlaardingenbroek betreft. Binnen een dag had hij op Twitter al echt meer dan 20 miljoen views. Dus ja. dat ging echt viral, zoals het heet. En dat heeft denk ik ook wel te maken met die combinatie. Hè? Dus gewoon een mooie, blonde, jonge vrouw die een heel uitgesproken geluid laat horen. In mijn boek spreek ik ook over resonantie. En dit resoneert dus kennelijk. Hey, en dat is dus het fascinerende. Dus de resonantie die zo'n toespraak vindt. Dat is niet iets eenmaligs. Dat is een soort langere beweging. En dat is ook een van de redenen waarom... Ik heb in 2004 al in Tijd van Onbehagen al gezegd... je moet dit adresseren. Want als je het niet adresseert, dan zal het steeds heftiger, maar ook misschien wel lelijker uitdrukkingsvormen gaan krijgen. En ik denk dat we zitten in dat stadium. Wat is dit? Je bedoelt immigratie? Ja, dus de migratieproblematiek en wat dat binnen een land eigenlijk teweeg gaat brengen. En dat hebben we nu gezien in Zweden, waar het ook natuurlijk jarenlang verwaarloosd is. Hmm. En het gaat er nog niet eens om of je het ideologisch ervoor of tegen bent, weet je. Het is gewoon ook reaal politisch. Zie je gewoon dat dit gebeurt. Dus dat, dan kun je zeggen, ja, weet je, dat is een beetje de domme meute. Ja, maar die domme meute in een democratie, die kan heel belangrijke verschuivingen teweeg brengen. Nogmaals, de domme meute kan soms ook gelijk hebben dat iets misgaat. Ik heb het nog niet eens over de inhoud. Dus gewoon puur het gegeven. En dat had eigenlijk al de wake-up call moeten zijn bij Fortuyn. Gegeven dat dit zo'n resonantie kent, ja, is het moment waarop je in actie moet komen. Je kunt zeggen, in de jaren 50, 60, toen zijn de gastarbeiders veelal naar Nederland, maar ook naar andere Europese landen toegehaald. Hè. Er was wederopbouw, er was heel veel werkgelegenheid. En mensen uit Marokko en Turkije zijn hier massaal naartoe gehaald. Zonder enig integratiebeleid. Taal leren hoefde allemaal niet. Huisvesting, hoef je niet over na te denken. Stop alle mensen maar in één wijk als ze maar hard gaan werken. Vervolgens heeft dat tot een enorme integratieproblematiek geleid. En dat was eigenlijk een taboe in de politiek. Hè? Jaren 80 had je dan nog wel Jan Maat, maar die werd eigenlijk helemaal weggezet. Gecanceld, zoals je dat nu noemt. Jaren 90 nog erger eigenlijk. Toen hadden we de paarse kabinetten van Kok en Bolkestein, waar het ook niet echt een debat was. Bolkestein probeerde nog wel, maar het ging niet heel hard. En toen is Fortuyn gekomen en die heeft daar echt keihard mee afgerekend en migratie op de agenda gezet. Ja, en integratiedebat, hè, was het daar feitelijk. En integratie, ja, zeker. En toen die is vermoord. En toen hebben we eigenlijk Geert Wilders gekregen. Die nog eens 3 keer harder inging met zijn standpunten. Ja, absoluut. Overigens heeft de SP ook al in een vroeg stadium deze kwestie geadresseerd. Ik kreeg net het boek van Vergeer. Cor. Uit Leiden, net uitgekomen. Maar die als een van de eerste, een heel duidelijk... en dat echt vanuit een, laten we zeggen, een arbeidersbewustzijn... Hè, en de socialiseringstaak van een overheid. Hè, dus niet vanuit een raciaal oogpunt, maar gewoon puur... wat doet dit met onze groep, maar ook wat doet het met de in een sociaal zwakkere positie verkeerde migranten zelf. Nou, en dan, hij hamert daar eigenlijk heel vroeg al op. Wat Fortuyn ook deed, hè? Ja, wat Fortuyn ook deed, maar hij hamert daar dus vanuit die socialistische achtergrond op het belang van toch ook limitering en echt een stevige, goede integratieagenda. Dat is de laatste tijd niet echt meer actueel in jullie partij, geloof ik, hè? Nou, ik heb mijn best gedaan als woordvoerder migratie. En het klopt dat Jan Marijnissen dit al in de jaren 80 op de agenda zette, waar de SP toen voor verketterd is.
Maar het is precies wat je zegt. Er is natuurlijk vanuit het kapitaal een belang bij om zoveel mogelijk goedkope arbeid binnen te halen. En dat is fijn als je dat vanuit het buitenland kunt doen. Want die mensen die kun je laag betalen en die hebben niet zo'n grote mond op de werkvloer. En huisvesting, daar maak je maar nu geef je al het antwoord op de vraag, Jasper. Jij zegt van wat voor baat kan de elite daarbij hebben? De elite kan, om de democratie uit te schakelen, heb je eigenlijk transnationale organisaties nodig. En moet je het nationale sentiment temperen. Dus het zwakker maken van nationaal bewustzijn. Mm-hmm. En daarmee ook nationale agenda's. Die komt een transnationale elite ten goede. Die baat kunnen hebben bij bijvoorbeeld bij goedkopere arbeidskrachten, tot de mogelijkheid om te schuiven. En er kan ook een heel ideologisch aspect aan zitten, overigens. Dat sluit ik ook niet uit. Dat je echt zegt, nee, we moeten ook af van die nazistaat. Als iets wat in het verleden heel veel kwaad heeft berokkend. Ik zou zeggen, heeft ook heel veel goed gedaan. Maar als je allebei de andere agenda volgt, dan zeg je, het heeft heel veel kwaad gedaan. Kijk maar naar 2 wereldoorlogen. Dus dat is denk ik 1 argument. Nou, en wat dan toch even nog concreet op wat Eva dan inbrengt. Kijk, ik denk dat er zit ook in haar verhaal. Dus je kan het natuurlijk op verschillende manieren bekijken. Hè? Zeggen van, oh, dat is kwaadaardig en dit en dat. Maar er zit ook iets. Er zit op, ik denk ook echt iets van angst, een paranoïde angst bijna in. En is die nou helemaal ongerechtvaardig? Nou ja, misschien ook niet. Hè? Dus wanneer je ziet dat een deel van je, inderdaad, de grote steden in Europa zo'n verschuiving laten zien qua bevolkingssamenstelling. Dus je merkt dat vergruizelt, hè, dat het poreus wordt, om het zo maar te noemen. Dat die grenzen inderdaad poreus zijn geworden. Waarom noem je het een paranoïde angst dan? Want dat klinkt toch als een ongerechtvaardigheid. Nee, maar paranoïde is dat daar dus een agenda achter zit waarin het bewust gaat om de vernietiging van de blanken. Dat vind ik absoluut een te verregaande interpretatie. Ik denk dat er heel duidelijk economische en machtspolitieke aspiraties aan zitten. Dan denk ik dat men onderschat wat voor tegenkrachten dit oproept. Nog steeds. En we zullen zien hoe de Europese verkiezingen uitvallen. Maar dat daar natuurlijk een hoogopgeleide vrouw, die inderdaad hoogblond is, zo'n soort verhaal houdt. Dat moet je niet, denk ik, alleen maar zien in termen van kwaadaardigheid. Er is, denk ik, ook een soort fundament wat ze voelt wegglijden. Dat voel je ook in dat verhaal. Dus het is, en ik denk dat speelt bij veel mensen. Dus het is niet voor niets dat Wilders zo'n aanhang kent. Dit is een soort van, we zijn aan het glijden. En waar gaat dit eindigen? Zo'n soort angst. En de vraag is alleen of het antwoord wat je hierop formuleert, of dat niet zelf ook toch een sterk reactionair karakter heeft. Waar ook iets. Ik vind je beschrijft nu heel reëel de gevolgen van migratie. De zorgen die dat kan opleveren bij de bevolkingen, die is zeer terecht. Maar dat vind ik onvergelijkbaar met de provocatieve en ook wel de schaamteloze manier waarop Eva Vlaardingenbroek te werk gaat. En ook Wilders tot op zekere hoogte. Hij was niet voor niets op die conferentie ook. Hij wordt daar niet voor niets met een loper binnengehaald door Orbán natuurlijk. Want hij weet van, kijk, dat is dat land van Mark Rutte. En daar heeft die Wilders de verkiezingen gewonnen. Ik geef hem een podium. Nou, vooral dat laatste. Hij heeft gewonnen. En dat is voor de deelnemers aan de conferentie natuurlijk een inspiratie. Precies. Kijk, dus die, laten we zeggen, die hele assertieve, die provocatieve. Mag ik nog wat uitpakken? Waarom is het zo? Wat is zo provocatief? Wat mij is, want ik was ook kritisch in mijn inleidingetje. Mm-hmm. Waarom ik met name zo kritisch ben, is dat zij niet zegt: het sterke van Europa is nou juist
Dat wij de voorwaarden wisten te scheppen voor tolerantie. Dat wij religie op een bepaalde... Dus mensen die met een boek staan, dit is hoe het is. Dat wij die een beetje hebben gezegd, je mag meedoen aan een debat. Maar dat debat is gebaseerd op iets anders. Op een medemenselijkheid. Op een gedeelde opvatting dat wij als mensen met elkaar een rechtsstaat maken. Dat gooit ze overhoop. En tegenover de wat ouderwetse religiositeit van de immigranten zet ze dan... een net zo ouderwetse religiositeit voor Europa. Dus waar komt die religie opeens vandaan? Ja, nou, het is heel katholiek. En dat etnische, ja. Opvallend. Ja. Maar ik denk ook dat... en ook dat heb ik al langere tijd zien aankomen... dat je uiteindelijk... je hebt een heilige bron nodig van inspiratie. Ook voor dit soort politieke acties. En alleen maar komen met tolerantie. Dus je wil een... Nationaliteit en religie zijn gewoon de klassieke bronnen van identiteitservaring. Hm. Dus een sense of belonging. Ik bedoel, dat hebben we ook in Nederland gezien, zelfs met de zuilen. Zeiden mensen eerst van ik ben katholiek of ik ben gereformeerd of ik ben hervormd. Noemde eerst eens die religieuze identiteit. Nou, en het religieuze daarmee transcendeer je ergens ook het tijdelijke. Dus dan breng je een soort continuïteit aan. Dus ik denk dat ze, ik weet niet of ze altijd wel religieus is geweest, eerlijk gezegd. Ik heb dat niet zo gemerkt, maar nu wordt dat heel duidelijk naar voren geschoven. Sinds onlangs is ze gedoopt. Nou, voilà. Nou, dat heeft daarmee te maken. En dat is dus ook dat voelen, die noodzaak van dat fundament. En ik denk dat bij, dan kun je zeggen, ja, dat is... Net als Russell Brand overigens. Dus die hele conservatieve beweging, die is... Ja, maar we zien het ook bij de moslims. Aan het dopen. Ja, we zien het ook bij de moslims. Dus ik heb hier natuurlijk vaak ook gesprekken gehad. Hè, dat je ziet dat jongere moslims conservatiever zijn dan hun ouders. Mm-hmm. En sterker nog, soms voor een deel hun ouders verketteren. Zo van, wat, die hebben het allemaal laten lopen. En die hebben de islam niet serieus genomen. En die hebben over zich heen laten lopen. Mm-hmm. Dus je ziet ook, en we zien in feite nu aan de andere kant een vergelijkbare dynamiek. Ja. Je hebt dat nationale en dat religieuze als bron van bezieling. Ik heb altijd toch de hoop dat we ook vanuit een seculiere wereld... Er is ook een beweging gaande waarin die spiritualiteit op een niet meer op een boekmanier, maar op een onmiddellijke manier. Dus je beleeft het goddelijke in je leven. Mm-hmm. Het is kennelijk nog heel moeilijk om daarvan een samenleving zeker. Voor nee, dat is, je kan ook zeggen dat geïnstitutionaliseerde of gedeinstitutionaliseerde vorm van religie hoort precies bij... een deel van dat verglijden, dat het subjectief wordt. Mm-hmm. Iedereen individualisme. Krijg je een soort New Age-achtige. Maar daarmee bind je geen groepen samen. Mm-hmm. En dat is waar mensen. Dus die retribalisering. Daar hebben we het eigenlijk over. Mm-hmm. Dus die vindt nu plaats. En die heeft echt te maken met die verzwakking van die traditionele verbanden. En met als reactie op de globalisering van de elites, zeg maar, de hoogopgeleide deel, die dat allemaal prima trekt om in 10 landen tegelijk te verblijven, als het ware. Ja, de vraag is: doet maar hun kinderen gehad, hè? Zeker. Dus, maar Timmermans is een goed voorbeeld van. Nou ja, precies. Maar het is dus heel typisch, dat heel begrijpelijk in die zin, dat er nu weer een reactie is van mensen die zeggen, ik wil een herkenningspunt hebben, een gemeenschap, een religie, dan wel een natie. Ja, maar dus ik ben ook geneigd om ook weer in plaats van nu Eva helemaal te gaan verketteren, wat natuurlijk heel erg voor de hand ligt gezien een paar uitspraken. Zijn het aan het analyseren, toch? Ja, neem daarom. Nee, maar dat zeg ik. Maar je ziet natuurlijk dat het enorm veel stof heeft doen opwaaien. Is het aan ons ook de taak om te begrijpen van wat is hier gaande? Hmm. En dat heeft toch met die grotere beweging te maken, waarin je gaat zien dat zich nieuwe groepen vormen. Maar die kunnen inderdaad ook een hele toch wel militante vorm gaan aannemen. En dat hoorde je dus. Dat militante, ja. die strijdbereidheid, om het zo maar te noemen. En dat is de grote uitdaging voor die andere politieke bewegingen, zeg maar. Absoluut. Hoe ga je hier op een verstandige wijze mee om? Hè, dus Fortuyn is natuurlijk in 2002 ook in eerste instantie finaal weggezet. Weet je nog, Tom de Graaf, Paul Rozemuller.
de tijden van Anne Frank komen weer terug. Ja, de kogel kwam van links, hè, was toen ook dat niet voor niets. Dus, ja, dus, precies. En nu zie je dat rechts ook bij ons eigenlijk ook of die ja, is het rechts, ja, natuurlijk, maar echt militanter aan het worden is. En dus dat is wel een dat is een hele spannende ontwikkeling. Nou, misschien om dit erbij te pakken, dan denk ik dat we hier misschien ook nog wel een tandje, van een laagje van verdieping onder kunnen vinden. Deze week was ook de week waarin er op verschillende Amerikaanse universiteiten, en ook in Europa hebben we, in Lausanne en Parijs en zo, is er ook het nodige gebeurd, geloof ik. Maar bezettingen, natuurlijk weer in Californië, waar anders, UCLA, maar toch ook in CUNY, hè, dat is de Columbia University in New York, ook, dus ook wel aan de Oostkust. De wat progressievere bolwerken, daar hebben een aantal studenten hebben daar de universiteit bezet als protest tegen Israël, hè, tegen het invalbeleid van Netanyahu, laat het zo zeggen. Mm-hmm. Dus de oorlog die in Gaza wordt uitgevochten. En eigenlijk eisen zij dan van hun universiteitsbesturen om de banden met Israël stop te zetten, om dat niet langer te steunen en zich daartegen uit te spreken. En deze week is dat voor het eerst echt tot conflicten gekomen met dan, ja, dat hangt een beetje vanaf welke media je leest. Als je de progressieve media hoort, een Zionist idiots. Hè, en anderen zeggen weer, ja, daar zijn mensen die nemen aanstoot aan zaken als From the River to the Sea. Maar in ieder geval, hoe het ook zij, daar beginnen dus echt gewoon binnen Amerika, binnen Europa misschien ook wel. Zover is het nog niet gekomen, maar je voelt die spanning wel broeien. Beginnen dus echt, ja, gewoon vechtpartijen te ontstaan. En dus dat etnische conflict, mm-hmm, hè, tussen Israël en de Arabische, ja, wereld, dat komt dus, we hebben het hier al vaak besproken, dat komt onze publieke ruimte binnen. En als jij het dan hebt altijd over het militant worden van die conservatieven, ja, wat is het, rechtsconservatieve, hoe noemen we het, maar militant worden van die beweging, Wilders, Vlaardingenbroek, dan zie je dat dus ook echt tot conflicten begint te leiden. Tussen... Ja, van beide kanten dus ook. Hè? Want dit is natuurlijk meer, laten we zeggen, linksmilitant. Nou, ja, zij vinden dan weer dat ze aangevallen worden, ja, terwijl ze terecht, ja, protesteren. Maar dus er is geweld en dat komt altijd van, ja, twee kanten. Het is een enorm verhevigde discussie. Ook in Nederland zie je dit. Als je het over Israël, Palestina, ja, hebt, dan is het onmiddellijk, neemt iedereen posities in. In Amerika is het natuurlijk altijd wat heftiger. Bezettingen van universiteiten door de, zeg maar, pro-Palestijnse studenten. Ook trouwens met hulp van Joodse mensen die nu ook in een soort tweestrijd zitten, las ik. Hè? Dus de Joden in Amerika moeten een kant kiezen. Sta je aan de kant van de Palestijnen of aan de kant van Netanyahu? En dus veel tweestrijd is daar, veel discussie over. En nu van de week inderdaad zijn er weer pro-Israëlische militante groeperingen die er keihard in gingen. Volgens mij kwam daar het geweld vandaan. Richting die Palestijnse universiteitsbezetters, waar je ook van alles over kan zeggen. Maar ik ben wel van mening dat je zeker vanuit studenten, vanuit universiteiten, protesten moet kunnen doen. En in Nederlandse universiteiten is er ook enorme discussie bezig. Uiteraard met respect voor de tegenstander en je moet niet gaan cancelen en zo. Maar ik dacht wel dat hier het geweld in dit geval echt kwam van het pro-Israëlische kant. Die zeiden, nou is het klaar, nou is het afgelopen met die Palestijnen op ons. Het hangt er maar net ook vanaf waar je toe oproept, hè? Als actiegroep. Dus er zijn natuurlijk ook, tenminste om even de andere kant even te verdedigen of ook, mm-hmm, ook te representeren. Daar wordt natuurlijk ook opgeroepen van die Palestijnen, From the River to the Sea. Dat wordt door veel Joodse studenten, eens, die ook lastig worden gevallen. Ik bedoel, ja, het is allebei natuurlijk, maar waar het mij om gaat, het verhardt van beide kanten. Dus de ene kant zegt, die wat hebben die Israëli's daar eigenlijk te zoeken? En die andere kant die zegt, ja, die door Iran gesponsorde idioten, die moeten daar weg met hun achterlijke religie. Ja. Het is toch, wat mij er zo aan verbaast is dat het, als je door je oogharen kijkt, hè, dan heb je toch, je hebt de ene stam is 1500 jaar oud en de andere stam is nog veel ouder. En die zijn uitverkoren door God. En zij hebben de juiste profeet die in zijn levenswandel met jonge meisjes en het oproepen tot oorlog volledig na te volgen. En dit volk, dat kan nooit uitgebreid worden of vermengen, want dat is het volk van God. En die gaan elkaar ergens te lijf. En wij in onze geseculariseerde wereld gaan een kant kiezen. Waar hebben we het over? Mooi, ja, mooi, mooi. Ja. Nee, ja, we hebben het hier natuurlijk al vaker ook over het conflict gehad. Ik had ook een gesprek met Ken van Ierland. Hier een diepgaand gesprek over. Je hoeft ook niet, ik ben niet met alles met hem eens. Maar ook over het ontstaan van Palestina en de Palestijnen. En überhaupt de Palestijns zelfbewustzijn. En uitermate complex. Ik
ik wil eigenlijk nog langs een iets andere kant het benaderen. Kijk, we zagen in de jaren 60 natuurlijk ook een enorme studentenopstanden. Zowel in de richting van de burgerrechtenbeweging. Dus zij zich aansloten bij toen toch de terechte eis van de zwarte bevolking voor gelijke rechten. Civil rights movement. De civil rights movement, mm-hmm. Dus dat is de burgerrechtenbeweging. En daar komt natuurlijk Vietnam bij. Dus dat is, laten we zeggen, wat imperialistische agenda van de Verenigde Staten die kritisch werd bejegend. En in de jaren 80 is er een, tenminste nee, dit, ja, het is een beetje, ja, ik denk schat jaren 80, heb je een bekende KGB agent die is overgelopen naar het Westen en die is journalist geworden. Yuri Bezmenov, ik weet niet precies hoe je de klemtoon legt. Mm-hmm. Ik ben er jaren geleden al op gestuit. En die doet eigenlijk uit de doeken wat subversive action is. Dus dat een onderdeel is van de Russische strategie om eigenlijk subversieve acties binnen een land eigenlijk aan te moedigen, om op die manier eigenlijk een land van binnenuit te ondermijnen. En daar is Amerika bezig geweest met het steunen van de nationalisten in de Oekraïne bijvoorbeeld, CIA. Maar natuurlijk zijn de Russen daar ook mee bezig geweest, in het licht van de studentenbewegingen en noem allemaal maar op. Nou is het interessante, er wordt natuurlijk heel vaak gesproken over de Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Nou ja, dat blijkt dan weer niet in bewaar te zijn. Maar ik zat eigenlijk te denken zo vanuit een meer een adelaarsperspectief. Goh, wat zou nou de geslaagde subversieve actie zijn? Want als je natuurlijk kijkt naar de stadia die zo'n Bezmenov, die Yuri Bezmenov onderscheidt, dat is eigenlijk, zijn er vier. Ja, en dat is de eerste is demoralisatie. En het begint dus eigenlijk, ik kan ook aan mijn eigen gezagscrisis denken. Demoralisatie is eigenlijk dat langzaam mensen geen waarde meer delen met of de waarden die werden gedeeld, dat die langzaam worden uitgehold. Dus het wordt bijvoorbeeld bekritiseerd en denk aan de neomarxistische kritiek op de burgermoraal. En dan krijg je dus een soort uitholling van die oude waarden. Alles moet divers. Je kunt dat spoor gaan volgen, hè? Want we hebben het nu over dus de inmenging. Maar wie zou er nou zo baat hebben bij een destabilisatie van de westerse wereld? En wij denken nu dat de autoritaire regimes vooral bezig zijn met rechts. Maar je kan ook zeggen, nou, misschien zijn ze ook wel bezig met deze extreme vormen van links. maar dat is een interessante gedachtegang. Ja, nee, ik zei niet dat het zo is. Hè? Mm-hmm. Maar als je kijkt naar die stadia, is het wel fascinerend. Want dan krijg je de eerste is de demoralisatie. Wat Vlaardingenbroek zegt, de critical race theory is het mind virus. Dus het geestelijke, het gedachtenvirus dat die elites bewust of onbewust hebben opgeslurpt. Ja. Dan heb je het hier over. Ja, dat is de tweede is namelijk, dat is eigenlijk de destabilisatie. Dus demoralisatie. En dan de tweede, en dat kan 15 tot 20 jaar duren. En dan zorg je dat er een nieuwe generatie komt die eigenlijk niet meer jouw waarden aanhangt en die dat bekritiseert en zegt dat het allemaal anders moet. Hè. En dan krijg je destabilisatie, is op het moment dat de bestaande instituties eigenlijk worden uitgehold vanuit systeemkritiek, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En daarmee beginnen mensen ook het vertrouwen te verliezen in die instituties. En dus fascinerend als je kijkt naar wat er. De derde is crisis. De crisis is eigenlijk het ontstaan van chaos binnen landen, waarin eigenlijk het hele oude waardeveld ineen stort. De instituties niet meer goed werken, alles veel meer geld kost, de dingen vastlopen, omdat mensen gewoon niet meer
gelijkgezind zijn. Dus het is overal conflicten. Het en... klimaat. Het klimaat als ramp die, waar we ons tegen moeten weren. Nou ja, je kan, en de derde is uiteindelijk normalisatie. En dat is de, dat er een nieuw soort discours en intrede vindt. Mm-hmm. Waarin men van het oude gaat afscheid nemen. Maar dit is een mooi college. Dat komt vanuit die Palestijnse pro-Palestijnse college. Nee, dit is de Yuri Bezmenov. Maar je zou kunnen zeggen van... wat we natuurlijk nu zien in het Westen is op allerlei terreinen is inderdaad demoralisatie, destabilisatie en crisis. Mm-hmm. Dus het volgt op een bepaalde manier. Ik zie nog niet heel veel normalisatie. Ik dacht, wat zou dat kunnen zijn? Dus, zoals we die bij de coronacrisis hebben gezien, is misschien wel dat je overgaat naar een soort collectivisme. Je zegt een soort meer autoritaire regimes, omdat gewoon de orde moet worden klaargemaakt eigenlijk. Die rechtsradicale opkomst die je nu ziet, heeft natuurlijk wel iets te maken met dat autoritaire, die wens om... Nou ja, dat zou... Gebruik jij nou het woord rechtsradicaal? Ja, dat is goed dat je daarop bij staat. Dan kreeg ook veel commentaar. Maar dan zou... Wat zou jij zeggen? Nou, ik zou gewoon zo specifiek mogelijk zijn en niet meteen iedereen in een groepje. Dus ik zou gewoon zeggen de beweging van Wilders. De beweging van Wilders en dan Europees breed bedoel ik. Ja, hè? Want, Als je hem zo ziet, hè, toch even terug aan de gedachtekant, dan kun je zeggen, hoe dan ook. Hè? Het gaat mij niet om geheime agenda's van de Sovjet-Unie of de WEF. You'll own nothing and you'll be happy. Ja, nee, maar fantastisch. Je zou dus de huidige ontwikkeling. Kun je zowel duiden als van, Rusland is rechts aan het promoten, als Rusland is links aan het promoten. Alles wat ondermijnend is. Dat maakt niet uit. Ja. Want het is waar het om gaat, is demoralisatie, destabilisatie, crisis. En we gaan nu naar de Europese verkiezingen toe. Ik denk dat de gevestigde orde is hoe dan ook ondermijnd. Maar we kwamen hier wel op door die... protesten op die universiteiten, hè? Ja. Dat zijn toch ook hele autonome protesten in die zin dat ik bedoel dat er gewoon woede is binnen de Amerikaanse bevolking en dan met name jongeren die zeggen we pikken dit gewoon niet, het pro-Israëlische beleid, terwijl het Palestijnse volk massaal Maar Jasper, dan moet je natuurlijk altijd verder kijken. Je moet verder kijken van waarom... Ja, je moet zeker verder kijken, maar je moet het niet helemaal wegzetten. Nee, er zijn gewoon protesten in Amerika, omdat ze zien van dit... En dit is heel belangrijk richting de Amerikaanse verkiezingen, want hier zou Biden op kunnen verliezen, absoluut, denk ik. Ja. Als hij niet dat pro-Palestijnse deel van zijn electoraat... Ja. Voldoende geeft. Maar dan krijg je dus de ironie dat via de linkervleugel rechts aan de macht komt. Ja. Precies. Dat is de tweestrijd binnen de Democraten. Maar ook nog even op wat jij zegt concreet. Jij zegt, als je het links, zij hebben toch een... Kijk, wat zij hun die progressief linkse steun voor... Ik kijk wel eens naar bijvoorbeeld Democracy Now. Hè, zo behoorlijk, dat was vroeger gewoon links. Tegenwoordig is het echt extreem progressief. Daar zitten dan allemaal mensen die hun heten. Daar zitten allemaal professoren die alleen maar met critical race theory en dat soort dingen bezig zijn. En die ondersteunen dan Palestina vanuit het idee van de onderdrukte. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk die hele Arabische wereld, die dat helemaal steunt. Iran, Hamas. Super conservatief. Die zijn extreem conservatief. Ja, nee, maar dat is antifeministisch. Dus als Adam het dan heeft over een soort ondermijning en een soort verwarring. Mm-hmm. Kijk, ik ben er ook niet voor, hè, dat de 35.000 mensen afgeschoten worden. Ik ben er ook niet voor wat er 7 oktober is gebeurd. Ik vind het allemaal achterlijk. Mm-hmm. Voor de goede orde. Ik ben ook niet maar voor als je Hamas. Het nou hebt van, maar ze hebben toch gewoon een authentiek protest? Nee, het is een verward protest. Dat eigenlijk niet, dat dus een conflict aanjaagt in plaats van een manier van denken te ontwikkelen, waar de universiteit toch voor bedacht was, van waaruit je dat conflict kunt ontzenuwen. Nee, maar dat is toch iets anders, hoor. Gedeeltelijk, ik zie wat je bedoelt, maar je ziet hier ook dat er is een verschrikkelijke aanslag van Hamas geweest. Absoluut geen woord goeds over te zeggen. En de massale reactie van de Israëlische strijdkrachten met hulp van de Amerikanen. En de Amerikanen die in de Veiligheidsraad echt elk voorstel tot een staakt-het-vuren blokkeren. Daar is echt een authentieke woede over van dit klopt niet, dit deugt niet.
Hier is de onderliggende partij, dat zijn op dit moment de Palestijnse bevolking. In tegenstelling tot Hamas, de Palestijnse burgers, kinderen die gedood worden. Daar is een woede over op die universiteiten. En daarnaast komt dan die aanvulling die jij zegt van, wat steun je dan eigenlijk? Het is denk ik, ik kijk vooral dat gesprek nog met Ken, dat heeft mij toch ook alweer aan het van Ierland. Dus hij heeft mij ook alweer aan het denken gezet. Hè? Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal slachtoffers en de oorlog in Syrië, maar ook in Irak en Kuwait. Het is een soort selectieve ook wel verontwaardiging die wij hebben, die ook wel kan worden uitvergroot. En dat moest ik ook wel onderkennen. En ook weer vanuit een iets wijder perspectief kan je zeggen, ja, Israël verliest het gewoon, mediaal gesproken, de media. Want eigenlijk is Hamas heel succesvol met het torpederen van de Abraham-akkoorden en de hele commotie die in de Arabische wereld is ontstaan. Om toch op het centrale punt terug te komen. Ik denk dat wat je ziet in de Verenigde Staten ook een indicatie is. En dat zie je voor een deel ook. Van een groep jongeren die eigenlijk al door, of het nou critical race theory is of vormen van extreme neo-marxistische invloed, en dat weten jullie bij de SP ook, een vorm van kritisch denken hebben ontwikkeld die bijna anti-institutioneel is. Dat hebben we ook gezien in Black Lives Matter. Dat is het ook de combinatie met een soort Foucault-achtig deconstructivisme. Ja, dan worden de instituties bij wijze van spreken per definitie problematisch. En dan keer je gewoon tegen de macht. En dan wordt het slachtoffer per definitie degene die moet worden beschermd. Dus het appelleert ook aan dat traditionele onderscheid van de macht en degene die onderdrukt wordt. En dus het is een cocktail, denk ik, ook die protesten, van echt wel die subversieve actie, geslaagde subversieve acties, waarin instituties, en dat zag je natuurlijk bij de Black Lives Matter, zag je dat ook, defund the police, dat is het stomste wat je kunt doen. Je kan zeggen, we brengen hem op orde, we proberen maar denken van, de politie moeten we maar, dan sloop je gewoon de openbare orde. Ja. Dus er zit een soort anarchistisch motief in, wat het ook heel complex maakt. En dat is denk ik wel het lastige, maar ook met het oog op de verkiezingen, ook het gevaarlijke van de huidige situatie. Dan wil ik toch nog even, want jij zegt, gaan we terug naar het kernpunt en dan komen we eigenlijk terug bij die spanningen binnen die universiteiten of binnen onze eigen natiestaat, zou je kunnen zeggen. Daarvoor hadden we het natuurlijk eigenlijk over die speech van Eva. Laten we dat blokje even afronden. Dus we hebben het niet per se. We hebben gewoon gekeken van waarom resoneert het nou? Om jouw woorden even daar als samenvatting te gebruiken. Waarom resoneert dit nou? Met tegelijkertijd ook wel zorgen, denk ik, die we alle drie wel delen over dus de religieuze etnische motivaties die daarin zitten. Tot zover de analyse. Kunnen we daar nog misschien een wat constructievere benadering op basis van die analyse is nog, wat kunnen we er dan wel tegenover zetten? Hè? Dus wel tegenover de gelaten blik op immigratie, de gelaten blik op het poreus worden van die samenleving. Het is niet gelaten, het is super geladen. Het is super geladen, dus het is geen kwestie meer van, er gaan gewoon beslissingen vallen. En die zijn niet prettig, zoals een ontruiming in Amerika ook gewoon niet prettig is. Maar zoals misschien de Europese verkiezingen, laten we dat maar, die worden misschien ook helemaal niet prettig. Nee, maar even dan. Ik bedoel de gelaten reacties dus bijvoorbeeld van een Timmermans of van een van de andere kant van de politiek. Dus niet de conservatieve hoek, maar die andere kant. Die eigenlijk relatief gelaten reageert op die migratie. Die migratie is interessant. Want je ziet dus door de opkomst van partijen zoals Wilders, was het? Ja, partijen zoals Wilders. Dat de Europese Commissie enorm bezig is om daarop te anticiperen. Dus wat moeten we doen? We moeten migratiedeals gaan sluiten. We moeten de migratie beheersbaar maken. Dus eerst kreeg je die Tunesië-deal. Dat werd een enorme mislukking trouwens. Ja. Dat is een verhaal apart. Nu hebben ze een Libanon-deal gesloten van de week. Egypte zijn ze mee bezig. Allemaal om dus te zorgen dat die migratiestromen richting Europa beheerst worden. Denk je dat ze gewoon voor de verkiezingen nog met een soort van pakket
Nou, dat hebben ze al gedaan, want ze hebben ook het migratiepact gesloten. Ja. Dat is geaccordeerd door het Europese parlement. Denk je dat dat nog geloofwaardig overkomt? Nee, ik denk dat het inderdaad een groot deel te laat is. Maar je ziet dus wel, in antwoord op jouw vraag, dat dus ook de Europese macht, zeg maar, echt heel hard bezig is met kijken hoe moeten we hiermee omgaan. Ook op klimaat en natuur, hè, zie je richting verandering. In antwoord op de boerenprotesten is dat. En het is met name dus bij die Europese Volkspartij, zeg maar de christendemocratische groepering, die nu nog de macht heeft, die waarschijnlijk ook wel de macht zal houden, denk ik, na de verkiezingen. Maar er is een opkomst van de partijen zoals Wilders. Ze zitten daar op te anticiperen. Maar ja, de Front National gaat doen, dat weet ik niet, in Frankrijk. Die gaat landelijk, bedoel je? Ja, die gaat landelijk de verkiezingen winnen, zoals er nu naar uitziet. Ja. In Duitsland heb je de AfD natuurlijk, Nederland de PVV, Zweden, Finland. Dus het is ongelooflijk heftig. Dat wordt een heel ander parlement, hè? Een beetje afhankelijk van de opkomst natuurlijk. Goed, jij bent ermee bezig ook. Maar het zou mij niet verbazen als mensen nu wel stemmen gaan. Ik zag een oproep van Ewald Engel om het niet te doen, gek genoeg. Dat zijn twee dingen inderdaad. Ja. Sorry, ik dacht dat ze dit bij elkaar... Maar reageer vooral op wat Ad zei. Dus de opkomst zou wel eens heel anders kunnen worden. Ik zou er niet van stand kijken. Nee, dat klopt. En de opkomst is normaliter circa 40%. Ja. Europese verkiezingen, dat is schrikbarend laag. Hmm. Tweede Kamerverkiezingen ongeveer 80%. Ja. Dus, en wie zijn dan die 40%? Dat zijn dus over het algemeen de meer Europa-angehaalde mensen die er wel wat mee hebben. Daardoor kon zo'n Timmermans vorige keer ook winnen, denk ik. PVV had geen zetels, hè, vorige keer. Bedenk, dat stond op 0. Er staat nu op 9 zetels van... Maar FVD had er heel veel, toch? De FVD had er toen 3. De Partij van de Arbeid was de grote winnaar. Hmm. Timmermans was de grote winnaar van de vorige Europese verkiezingen in 2019. Hmm. En nu zie je dus de PVV staat bovenaan. Daarna komt Partij van de Arbeid GroenLinks. Die zijn natuurlijk samen. En dan komt de rest. Maar ook Europees? Ja, dit is de Europese peiling op dit moment. PVV Dan verwacht jij dus ook dat er een veel grotere opkomst komt? Nou, dat weet je nog niet eens. Maar het zou goed kunnen dat inderdaad veel mensen nu... ook vanwege de nationale dynamiek hier denken van wacht eens even. Maar dat is in heel Europa gaande. Precies, dat mensen denken, ja, we gaan nu ook eens even in Europa onze stem laten horen. Dus maar we moeten gaan zien hoe hoog die opkomst wordt. Ja, hoewel dat niet kan helaas. Je kunt niet in Europa je stem laten horen. Je kunt stemmen voor de Nederlandse afgevaardigde voor het parlement. Ja, maar het is een belangrijk punt. Een groot democratisch deficit. Daarom is er ook geen gemeenschappelijke openbare ruimte. Nee. Want je kunt niet, dan gaan ze met spitsenkandidaten gaan ze aan de gang. Maar goed, maar ik wilde je niet te veel... Ik vond het interessant hoe je het aan het duiden was. Dus je zegt, die peiling is nu geweest. Misschien komt er een grotere opkomst. Mm-hmm. Wat gaat dat teweeg brengen in het parlement? Nou, als je de peilingen nu bekijkt voor het Europees parlement, dan gaat het rechtsconservatievere blok, de partijen zoals Wilders, gaat groter worden. Maar het gaat nog geen meerderheid halen. Nee. Dus in die zin valt het misschien ook mee. En blijft die Europese Volkspartij, zeg maar, die Europese CDA, die blijft de grootste. Daar op 2 komen dan de Sociaaldemocraten. Dus de Partij van de Arbeid. En die hebben van oudsher eigenlijk altijd alles bedisseld. Hè? Want die hebben met z'n tweeën een meerderheid. Dus die konden in dat Europees parlement de voorzitter benoemen. En de richting van het beleid. Noem maar op. Dus, en dat is een beetje meer een algemener punt dat ik zou willen maken richting deze Europese verkiezingen. Ik vind het heel belangrijk dat we dan kunnen stemmen. Ik vind ook dat je moet stemmen. Dat hoort bij verkiezingen. Maar het is wel heel gemankeerd hoor. Jij noemde al inderdaad het gebeuren met die spitsenkandidaten. Je hebt dus nu die Ursula von der Leyen die dan zo'n debat voert waar wij niet op kunnen stemmen. Het ziet er wel naar uit dat zij gewoon haar tweede termijn ingaat. Ik heb net een gesprek gevoerd met Lise Witteman, Europa-deskundige. Nou, Macron is er niet voor, hè, voor een tweede termijn. Nee, precies. Maar die ontzettend goed laat zien hoe ontzettend gebrekkig de transparantie is rond von der Leyen. Ook rond haar contacten met allerlei figuren rond corona, et cetera. Farmacie, hè? Haar eigen man. Ja. Trekt geen openheid over. Nou, dan heb je de Nederlandse partijen. Dat is ook altijd enorm ingewikkeld. VVD en D66 die bij elkaar in dezelfde liberale groep zitten in Europa.
Dat is in de Nederlandse politiek ook al een tijdje zo, toch? VVD en D66? Ja, of jij niet? Dat zijn toch twee partijen? Ja, nee, maar wel in dezelfde groep. Maar ze zitten in één partij. Ja. Nou ja, de VVD doet een beetje zijn best om nu de andere kant op te kijken. Ja, die zijn heel streng op migratie. Precies. Dus, maar die moeten het in Europa dus met elkaar zien te doen. Ja. Dan heb je Partij van de Arbeid GroenLinks. Dat is ook heel fascinerend, want die zijn natuurlijk hier samengegaan. Maar die moeten in Europa weer, worden ze gesplitst. In de sociaal-democratische fractie enerzijds en in de groene fractie anderzijds. En dat zijn echt twee verschillende families. Hmm. Wat gebeurt er als PvdA GroenLinks 5 zetels halen? Gaan er dan 3 naar GroenLinks en 2 naar PvdA of andersom? Moeten we nog even afwachten. Het Europees parlement, het is allemaal goed bedoeld. Maar het blijft toch een beetje een theater zonder publiek. Ja. Het is ook nooit bedoeld om een echt parlement te worden. Hè? Ja. Die Europese samenwerking in de jaren 50... van de vorige eeuw, die was bedoeld om zeg maar boven nationaal een aantal zaken te organiseren. Op kolen en staal en wat economische samenwerking. Maar dat moest allemaal niet te machtig en te belangrijk worden. Heb je gehoord wat Timmermans de laatste in zijn speech in aanloop naar deze verkiezingen over zei? Die zei, de EGSK, dat was een politiek project wat met economische middelen werd vormgegeven. Kijk eens dus de kritiek hebben ze nu geïnternaliseerd. Ja, zo'n omkering van de kritiek. Nee, maar wij bedoelden altijd al politiek een unie te worden. Dat was toch heel duidelijk zijn, want het open over geweest. Ik las het ook, verbijsterd. Maar ga door. Dus dat Europees parlement, dat is er toen in de jaren 70, rond 78 is dat er bovenop gezet als een soort symbolische statement van kijk eens, we zijn nu Europees aan het samenwerken en we willen de kiezer daar ook een stem over geven. Maar maak het vooral niet te invloedrijk. Dus dat Europees parlement, dat loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Ja. Het is de Europese Raad en het is de Europese Commissie die vergaande besluiten nemen. Nou, zo'n Tunesië-deal bijvoorbeeld, dat was ook iets van von der Leyen en Rutte en Meloni. Maar het parlement heeft daar niks over te zeggen gehad. Het corona-herstelfonds, het Europees parlement heeft daar niks over te zeggen gehad. Straatsburg en Brussel, dat eeuwige probleem van die twee locaties. Het Europees parlement heeft er niks over te zeggen. Zij kunnen niet zelf bepalen dat ze op één plek gaan vergaderen. En dat moet de Europese Raad doen. En daar zit Frankrijk in. En Frankrijk zal nooit accepteren dat Straatsburg wordt verlaten als vergaderplek. Dus het is allemaal heel gebrekkig en heel moeizaam. Noem eens 3 Europarlementariërs, vraag ik vaak als ik mensen spreek. Dat kunnen ze vaak niet. Dus de herkenbaarheid, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Een parlement moet leven, het moet herkenning hebben, het moet jij moet jezelf daarin terug kunnen zien. En je moet denken, dat is mijn man of vrouw. En die vertelt mijn verhaal en die gaat in Europa dingen regelen voor mij. Dat is heel lastig. Dat is in Nederland al heel lastig. Ja, laat staan Europa. Ja, dus, dat is zoals wat Vlaardingenbroek zegt. De Tower of Babel needs to come down. Ja, ja. Het fundament is rot. En dat is ergens ook wel... De spraakverwarring. Hè? Zo is het begonnen. Met al die tolken. En De grote spraakverwarring bij de Toren van Babel. Dus we zullen zien. Dus dit is een vrij... vrij feitelijke relatie op een bepaalde manier. Je constateert dat er een democratisch deficit is. Je constateert dat er waarschijnlijk meer mensen zullen opkomen bij deze verkiezingen. Hoewel er dus ook geluiden opgaan van nou ga helemaal niet meer stemmen. Dus dat is altijd weer een spannende balans. Heb je nog een punt hiermee te maken? Of wil je een oproep doen? Of zie je een oplossingsrichting? Of is dit gewoon even de vaststelling nu? Volgens mij is het een beetje dezelfde discussie als we net voerden over migratie en over herkenbaarheid, nationaliteit, gemeenschap. Het is een oproep aan de politiek. Ga heel snel aan de slag met het formuleren van datgene wat jou bindt. Als je wil voorkomen dat mensen echt toegaan naar radicale, extreme, misschien zelfs militante oplossingen. Als ze echt zeggen, we zijn er klaar mee met Europa, met Brussel. En we moeten er niks meer van hebben. Het is een bureaucratische, technocratische elite. We gaan het omverwerpen. Als je dat niet wil, dan moet je met een nuchter verhaal komen. Ja. Europese samenwerking is ontzettend belangrijk.
Maar voorkom dat je een Europese superstaat bent. Ja, ja, en wees ook reëel. Hè? Ik bedoel, de democratie is altijd ontstaan in de context van de nazistaat. Hè? Dus het gold zelfs al bij de Grieken. Er was geen nazistaat, maar er was een nazi, ja, volkspolis eigenlijk. Hè? Dat was de polis eigenlijk. De stadstaat. De stadstaat. En dat was ook één volk. Hè? Atheners of Spartanen. Ze zagen zichzelf niet als Grieken. Mm-hmm. Maar heel uitdrukkelijk. Hè? Dat is het idee van die stadstaten. Maar bij ons natuurlijk in de moderne tijd. Ja, sterk gebonden toch aan de staat. En daarmee aan de. En dat kan een nazistaat zijn of een staat die verschillende volken in zich draagt. Maar dan is er wel een vorm van patriotisme nodig. Hè? En je ziet hoe moeizaam het in België al is. Hè? Met eigenlijk Vlaanderen en de Walen. Hè? België is natuurlijk geen nazistaat. Maar wel één staat. Maar die worstelt dus ook. Precies. Het is niet, die hebben niet helemaal voor niets dat in België dat Europees parlement staat. En België is bijna zelf al het voorbeeld van al die lagen, bestuurslagen, die naast elkaar, onder elkaar, boven elkaar, door elkaar heen functioneren. Je zal maar in Brussel wonen en met de verkiezingen moeten meten. Ja, gewoon twee potloden nodig. Ja, maar goed, dus heel het idee van je hebt een democratie zonder dat je een volk hebt, is natuurlijk al heel lastig, hè? Want het woord democratie is, demos is het volk. Precies. En het gevaar is natuurlijk dat de Europese elite onder leiding van Ursula von der Leyen, nu onder het motief van de internationale ontwikkelingen, de geopolitieke spanningen, absoluut, de oorlogen in Rusland, Israël, Trump in Amerika, enorme vordering wil maken als het gaat om Europese eenwording. Hè, dus afschaffing van vetorechten, meer bevoegdheden op het gebied van defensie, meer bevoegdheden op het gebied van het buitenland. En dat een enorme weerstand gaat organiseren binnen Europa. Mensen zeggen, ja, maar wacht even, wie vertegenwoordigt mij daar in Brussel? Ik ken die persoon niet, het zegt me niks, ik kon er niet op stemmen. Maar goed, je komt ook in de structuur van 1984, als je een gemeenschappelijke vijand hebt, dan kun je je eigen eenheid legitimeren. Dus dat is ook het gevaar, dat eigenlijk de eenwording van Europa Rusland als vijand nodig heeft. Juist. Dat is en een soort daarmee dus eigenlijk een negatieve eenheid, gebaseerd op angst. En is eigenlijk een eigen vorm van populisme die je daarbij hanteert. Want de vraag is dan niet meer, werkt het wel goed? Je capituleert en je zegt, nee, we moeten nu. En dan zie je ook een soort militariseringstendens, daar heb ik het vorige keer ook over gehad, die je binnen Europa nu kunt waarnemen. Macron heeft deze week nog een schepje bovenop gedaan. Door het idee van de dood van Europa als een reëel scenario te presenteren. Mm-hmm. Waarmee in feite dus iets wat hij daarmee doet, is deze oorlog in Oekraïne tot een existentiële oorlog voor Europa maken. Het is belangrijk om te zien dat bijvoorbeeld de hele kwestie van de Krim bij de Russen, of je het er nou mee eens bent of niet, maar dat is die Krim die wordt ervaren als een essentieel onderdeel, omdat het te maken heeft met de Russische veiligheidsbeleving. Rusland is natuurlijk in het verleden vaak aangevallen door westerse mogendheden, inclusief die Krim. Maar als ze de Krim zouden verliezen, dan verliezen ze eigenlijk ook de Zwarte Zee. Hè? Dus dat is de toegang. En daarmee dus eigenlijk een warm water haven. Dus militair belangrijk, economisch belangrijk. Terwijl de Amerikaanse politiek ook gericht was op het afsluiten van die Russen van die warmwaterhavens. Nou, dat lijkt ze nu. Het is ook heel opvallend dat het bijvoorbeeld bij de Baltische Zee werd gezegd. Hè? Van we kunnen hem zo afsluiten. Dus dan ligt Petersburg dicht. Hè? Dan heeft Rusland geen toegang meer tot die haven. Nou, krijg je nu met de Oekraïne. Dus het is niet voor niets dat steeds wordt benadrukt. We moeten die Krim pakken. Zelfs we zullen gaan zien, vermoed ik, komende dagen, dat er nog een hele zware aanval komt op de Krim. Op de brug.
overigens strategisch niet meer zo relevant. Maar raketten die Amerika heeft geleverd, die Attack-Ms, lange afstand. Die kunnen afstand van 300 kilometer afleggen. Nou, het idee is wel, je ziet dat er stevig al geschoten is op de Krim. Ze zijn het waarschijnlijk nu aan het uittesten. Wat doet die luchtverdediging van Rusland precies? Maar er is een hele reële kans dat er binnen enkele dagen een enorme aanval komt. En dan schieten ze misschien 40, 50 van die Attack-Ms op de brug af. Ja, dan moet je wel een hele sterke luchtverdediging hebben als die raketten tegelijk komen. En de bedoeling is toch om dan die brug te slopen. Nu heeft Rusland eigenlijk al een vaste verbinding via het spoor. Dus militair gezien is het eigenlijk niet meer echt zinvol. Maar politiek gezien wel. En 9 mei wordt een hele belangrijke dag voor Rusland. Dag van Europa. Moment voor hen ook. Mm-hmm. Grote vaderlandse oorlog. Oorlog. Poetin die geïnaugureerd gaat worden. Dus misschien is het al gebeurd als wij de uitzending hebben zondag. Maar die brug die zal onder vuur komen. En dat betekent ook dat Rusland waarschijnlijk weer heel hard gaat terugslaan. Dus mogelijk wel kans dat ze tot dusver de bruggen over de Dnieper hebben gespaard. Ook uit strategische overwegingen om te zorgen dat zoveel mogelijk Oekraïense troepen de Dnieper overtrekken, zodat ze die bekende war of attrition kunnen voeren, die uitputtingsoorlog. Dus dat ze echt de Oekraïense defensie opbranden. Als dan alles is, dan kunnen ze in één keer doorstoten. Maar goed, het kan goed dat dit het moment is waarop ze denken van, nou, we hebben genoeg. En als dan de brug wordt bestookt. En het schijnt dat de Amerikanen tot dusver nog hebben tegengehouden. Misschien ook wel uit die overweging. Maar als dat dan nu gebeurt, en we hadden hier een paar weken geleden dat gesprek over die Taurus-raketten van de Duitsers. Mm-hmm. En daar was ook al sprake van, nou, hoeveel hebben we er nodig om die brug op te blazen? Dat zou in ieder geval het is eigenlijk een civiel doel. Militair heeft het niet meer zo'n belangrijke rol. Maar als ze het doen, dan is de kans wel heel groot dat Rusland heel zwaar terugslaat en dan die bruggen over de Dnieper bombardeert. Ja, en dan krijg je een situatie dat alle troepen, en dan wordt de bevoorrading van die troepen van de Oekraïners verder bemoeilijkt. En men spreekt nu openlijk over een Russisch offensief. We hadden het over Europa, maar we zijn overgegaan naar de Oekraïne. Ja. Macron's oproep. Want dan, je merkt overal, ook in de niet zozeer in de Nederlandse kranten, want die lopen echt jammerlijk achter. Maar in veel buitenlandse kranten wordt er wel echt wel gesproken over heel reëel scenario dat binnen een half jaar de oorlog ten einde zal komen. We zijn inderdaad nu van via Macron inderdaad een nieuwe. We wilden hier ook even over spreken. Een van de dingen die ik even tegen je aan wilde houden. Je hebt al een soort van overzicht van de stand van zaken gegeven. Maar misschien wel het meest verontrustende nieuws deze week was toch dat een aantal Europese landen het heeft over het uitleveren van Oekraïners in de militaire, hoe zeg je dat? In de juiste leeftijd om die mannen te gaan terugleveren naar Oekraïne. Ja, ik schrok daar zelf ook van. Ik kijk er eigenlijk nergens meer van op. Maar het geeft ook aan dat Europa als waardegemeenschap dan heeft afgedaan. Hè? Want we hebben mensenrechten in ons verhaal. Vluchtelingen leven hier niet uit. Hè? Dat is gewoon. Dus het zou nu een deal met Oekraïne worden. De Polen hebben gezegd, maar ook Slowaken. Slowaken dacht. Nee, de Polen hebben gezegd. En ik dacht Litouwen. Litouwen. Ja. Men wel bereid is om mee te werken. Om dus de jongeren die zijn uitgeweken naar Polen en Litouwen. Om die te repatriëren, zodat ze kunnen gaan vechten in het leger. Omdat daar een nieuwe mobilisatiewet is aangenomen. Waarin de dienstplicht, de mobilisatiewet, dus de dienst enorm verlaagd naar 25 jaar. En dat betekent dus dat de jongeren vanaf dat moment ook gewoon opgeroepen en gedwongen kunnen worden. En Polen zegt, wij zijn wel bereid om ze. En nou is het nog onduidelijk of dat nou met of zonder. Oekraïne heeft gezegd, dat hoeft niet met geweld. Maar het feit dat een Poolse minister van Defensie zegt, daar werken wij graag aan mee.
Het ging geloof ik om het weigeren van consulaire diensten als sanctie aan Oekraïnse mannen in die leeftijd. Ja. Dus die kwamen hun paspoort ophalen en die zeiden... Maar je kunt ook heel andere vormen gaan denken natuurlijk. Dat je niet meer kunt werken. Dat je niet meer... Bedoel, er zijn allerlei dingen... Om ze onder druk te zetten om maar naar Oekraïne terug te gaan. Dit zal toch ook te maken hebben met de motivatie van de jongens en meiden die wel aan het front liggen. Zeker, maar het is ook bedoeld hè, daarvoor. Dat zegt de Oekraïense regering natuurlijk ook van... ja, we willen dat onze mannen en vrouwen worden afgelost. En we vinden het niet oké dat een substantieel aantal jongens... Ja. In Europa zit, in hotels en restaurants verblijft, las ik. Ja. Terwijl de anderen moeten vechten. Dus ik snap ook wel dat dat binnen Oekraïne tot scheve gezichten leidt. Maar dat neemt niet weg dat het geen enkele legale basis is... Nee, voor Polen om te zeggen, wij gaan jou... terugsturen naar Oekraïne, want daar moet je vechten. Je moet naar het slagveld. Kijk, en in die context is zo'n opmerking van Macron natuurlijk significant. Hè? Want dat hebben we bij de coronacrisis ook gezien. Nood breekt wet. Hè? Mm-hmm. Je kunt altijd noodverordeningen maken. Zeg, ja, nee, maar nu gaan we even de grondrechten loslaten. Want nu ziet de situatie... Crisis. Nu even mensenrechten, even wat minder belangrijke vluchtelingenverdragen. Of, en dat is een soort klimaat. Waarin je eigenlijk, we hebben het natuurlijk al heel vaak hierover gehad, hè, van waar willen wij in godsnaam naartoe met Europa? Hè? En nu om dit als een soort existentiële oorlog neer te zetten, zoals dat voor Rusland feitelijk het geval lijkt te zijn, omdat een deel van de bevolking in de Oekraïne Russisch is, of zich met Rusland identificeert, of nou terecht is of niet. Maar dus, en zij hebben natuurlijk hun veiligheidsagenda. Ze willen die zekerheid hebben. Lange historische lijnen, maar dat nu Frankrijk over een eigenlijk ook een soort idee van een existentiële oorlog wil gaan introduceren. Dat geeft aan dat we echt op een dwaalweg zitten. Je moet in gesprek. Weet je, je hebt het punt dat Oekraïne is aangevallen door Rusland. Dat geeft Oekraïne ook volgens de Verenigde Naties het recht om zich te verdedigen. Dat is gewoon het VN-handvest. Maar het wordt veel verder uitgebreid. De motieven hè, om Oekraïne te steunen. Dat is Macron, maar dat is ook Ollongren in Nederland. En dat is Johnson. En dat is vanuit Amerika hoor je geluiden van... we moeten Rusland op de knieën dwingen. Rusland mag nooit meer dit soort aanvallen kunnen uitvoeren. Rusland moet eigenlijk van de kaart. Poetin moet weg. En dat is een veel grotere doelstelling. Absoluut. Dan dat je het klein houdt. Ja, die is misschien altijd wel heel belangrijk geweest in dit hele verhaal. Hè? Maar daar hebben we het in andere context ook wel over gehad. Hè? Dus dat toch dat die strijd tegen Rusland. En nogmaals, Rusland is natuurlijk ook geen brave jongen. En Poetin heeft ook bloed aan zijn handen. Gaat allemaal niet om. Maar dat die Biden overigens ook, hè, laten we dat ook niet vergeten, maar dat die strijd tegen Rusland, dat wel een heel belangrijk motief is geweest in dit hele verhaal. En ook de betrokkenheid dus bij deze, vandaar ook dat we spreken over een proxyoorlog. Mm-hmm. Dat is misschien een laatste ding in deze context. Mm-hmm. Wat ik toch heel belangrijk vind om te melden. Dus een militair, laten we kijken wat er gaat gebeuren met de brug. Krimbrug? De Koersbrug heet die geloof ik. In ieder geval naar de Krimbrug voor het verkeer. Die zal die bestookt worden de komende tijd. En wat voor reactie gaat dat teweeg brengen. Dus het is belangrijk om in de gaten te houden. Mm-hmm. Maar tweede is toch heel duidelijk Amerikaanse druk om die Russische tegoeden, om die eigenlijk te confisceren. En men heeft er ook allerlei onderzoek al naar gedaan, men heeft de juristen een soort ernaar laten kijken van kan dat, weet je wel. Nou, het is natuurlijk juridisch eigenlijk uiterst problematisch. Je zal toch per geval moeten aantonen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan. Maar goed, we hebben gewoon gezegd, het zit te dicht in de bekring van... we hebben eerst de Russische tegoeden bevroren. Hè? En dat was natuurlijk ook vanuit het strategische idee van wacht even, dan komt die oligarch en die Russische elite, die komen in verzet natuurlijk tegen... Dat was de hoop. Ja, dat was de hoop. Is totaal niet gelukt. Er is niets van terechtgekomen. Hè? Want Poetin zit heel stevig in het zadel, economie groeit. Ze hebben ook voldoende consumptiegoederen, wapenindustrie, floreert, doet het eigenlijk beter economisch gezien dan het Westen.
Dus dat is niet gelukt. Hè. De China en India blijven gewoon volop handel drijven. Die sterker nog, die banden worden versterkt. De BRICS gaan het goed, doen het goed enzovoort. Hm. Nu eigenlijk argumentus van ja, die bevolking opzetten. Dat heeft eigenlijk gewoon geen zin meer. Dat gebeurt niet. Weet je? Dat is, Poetin is herkozen enzovoort. Dus nu is het verhaal. Nou, we moeten misschien Oekraïne de komende 10 jaar gewoon blijven steunen. Echt met fikse middelen. Miljarden. Eventueel zelfs met een desnoods met een regering in ballingschap. Weet je wel, zo, bij wijze van spreken. Hm. Dus dit is nu het scenario. Dus dat daar en hoe gaan we dat financieren? Dat is nu het plan. Hè? Want ze hebben nu net natuurlijk die 61 miljard binnengehaald in Amerika. Daar kun je niet meer door blijven gaan. Hè? Op een gegeven moment is het gewoon klaar. En bovendien kampt Amerika ook met financiële problemen. Ja. Dus wat is nu het plan? In Amerika confisceren gewoon dat geld. Hè? En van daaruit gaan we Oekraïne financieren. Dus het gaat over 320 of 330 miljard, geloof ik. In het merendeel, en nu komt het saillante, het veruit, het overgrote merendeel van die tegoeden, die bevinden zich in Europa. En Europa is als de dood ervoor. Want dan zie je weer, net als bij de Nord Stream Pipeline, hè, dus Amerika doet acties, maar wat voor consequenties heeft het voor ons? Want in Amerika zit geloof ik 10 of 20 miljard, ik noem maar wat. Even uit de losse pols, ik heb het een paar weken geleden gelezen. Maar in Europa bevindt zich meer dan 300 miljard. Dat zijn tegoeden van die oligarchen, ja, die van alles Kremlin gerelateerd zijn. En dat bevindt zich in Europa op Europese banken. Ja, Euroclear. Ja. Dat is de grootste. En men heeft in Europa gezegd, niet doen. Want het hele probleem is, Europa is natuurlijk was een belangrijke economische macht. Hè? Maar op het moment dat wij dus eigenlijk tegoeden, om wat voor reden dan ook, zomaar gaan confisceren. Dus een president. We zijn niet eens in oorlog met Rusland. Hè? Mm. Kun je nagaan. Ja. Officieel zijn we niet in oorlog. Nee, precies. Dus, goed, ik weet niet of een uitspraak. Maar je wil het als drukmiddel gebruiken. Nou, dat betekent dus dat je gaat onteigenen. Op het moment dat het jou goed uitkomt als een drukmiddel. Nou, wat betekent dat voor alle buitenlandse tegoeden die zich in Europa bevinden? Of het nou in de Arabische wereld is, of het nou China is. Dat is een tijdbom. Het is gewoon een financieel belang natuurlijk om te kijken. Het hele systeem kan. Als we dit nu één keer doen, dan is het de president. En dan volgend jaar ook doen bij een Chinees. Gaan we ons geld nog in Europa stallen? Ja. Weet je? Bovendien moet dat geld dan van Europese kredieten moet dat naar Amerikaanse wapenleveranciers toe? En dat zeker. Dat zorgt ook weer voor een kleine. Dus Amerika heeft hier natuurlijk heel veel belang bij, want de dollar zal niet in elkaar ploffen. Ja. Maar het Europese financiële systeem wordt verder ondermijnd. En ik ben heel benieuwd of we dit volhouden. Want we kennen allemaal dat liedje van Piet Hein. Zijn naam is klein, hè, maar zijn daden benen groot. Hij heeft gewonnen de zilvervloot. Hmm. Toen hebben we de zilvervloot van de Span. Maar daar waren we mee in oorlog. Dus als je vermogens gaat confisceren van land waar je niet eens mee in oorlog bent. Dat is eigenlijk gewoon een roofhandeling van een staat. Ja, dat is typisch. Dit is eigenlijk een oorlogshandeling. Het is helder. Heer, we moeten. Ik zie afronding verschijnen. Hij begon over een liedje. Ik dacht eventjes dat je naar het Songfestival ging. Want dat is ook volgende Europa, week. Hè? Juist. Ja, ja. Nou zit hij weer in mijn hoofd. Ja, dat we zullen zien hoe dat gaat lopen. Ja, nou, het wordt spannend. Hè? Ook dat. Maar ik denk ook wel dat wij minstens op de tweede plek komen. Hoor. Zo niet hoger. Hou het in de gaten. Ja. Ja, nu jij je kristallenbol toch aan het oppoetsen bent. Waar ik eigenlijk even mee wilde afronden. En dan laat ik de formatie update maar even voor wat die is. Want we zitten echt in tijdsnood. Deze uitzending wordt, we nemen altijd op vrijdag op. En op zondag zetten we uit. Inmiddels om 9:00 ochtends. Maar daar zit wel iets tussen, namelijk de dodenherdenking. We hebben het hier vaak genoeg gehad over recht op ritueel versus recht op demonstratie. Ja. Je had het net even over noodbreekwetten. Geldt een noodverordening, omdat dit een nationale herdenking is. Tegelijkertijd wordt er toch wel, en nu kan ik het wel uitspreken, want het is toch al geweest. Maar er wordt aan alle kanten gevreesd dat het toch door schreeuwers of door anderszins demonstrerende lui de herdenking verstoord gaat worden. Jij was met je kristallenbol bezig. Hoe denken jullie dat we hier zondagochtend terugkijken? Is er een waardige dodenherdenking geweest gisteravond? Of? Ik heb tot nu toe geen echte aanwijzingen gezien voor grote acties, protestacties. Sterker nog, ik heb op het nieuws ook gezien dat mensen zeiden, wij gaan niks doen
op 4 mei, juist om dit gedonder te voorkomen. Op een enkeling na, er is een enkeling die wil wat doen, en maar die heeft ook wat geregeld. Dus mijn verwachting is dat er geen grote incidenten zijn. Ja, ik denk het ook niet. En ik hoop het ook niet. Maar tegelijkertijd is er al wat gebeurd. Ja, want het feit dat dit evenement, deze gebeurtenis, die toch heel karakteristiek is voor Nederland, dat die nu met zoveel discussie is beladen en ook dat er gefouilleerd gaat worden, heb ik begrepen. Ik ken mensen ook in mijn naaste omgeving die zeggen, ik ga niet meer, want ik wil niet gefouilleerd worden. Bij een dode denk ik, fouilleren, dat, wie deed dat ook alweer alleen? Ja, precies. Ja, dit is wel de verschuiving. En ik mag hopen dat het tijdelijk is, dat mensen tot inkeer komen. Maar dit is heel zonde. Hè? Dat als je de vrijheid viert met elkaar, dat je gaat fouilleren. Dat heeft, en de dode herdenkt en gaat fouilleren. Dat is heel triest. Ja, dat is een sign of the times. Het is een... die hele ondergraving van de publieke ruimte en de gemeenschappelijkheid is daarmee op een pijnlijke manier zichtbaar. De ontheiliging van een ritueel. Ja, maar we hebben nog een ander ritueel, dat is 5 mei. Daar beginnen de mensen, als we dit gezien hebben, voor een groot deel, begint u daar vandaag aan. Laten we die... En een feestelijke bijeenkomst op 28 juni. Ja, vertel. Waar Jasper ook ongetwijfeld acte présence gaat geven. Nee, moet ons programma, het definitieve programma, nog bekendmaken. We zijn er druk mee bezig. Maar kom allemaal. Dat moet ook een Utrecht, de Jacobikerk. Prachtig. We hebben al meer dan 200 kaarten verkocht, dus wees er snel bij. Want vorige keer zagen we dat mensen op het laatst toch een kaart wilden en dat lukte niet meer. Dus kom vooral. Kom. En het helpt ons ook bij plannen. Hè? Dus als u denkt, ik denk dat ik wel ga. Doe het nu. Ik ben zelf ook zo iemand die dan één dag van tevoren kijkt, moet ik eerlijk bekennen. Maar nu ik aan de plankant een beetje meeluister hier en daar. Ja. Als u toch komt, koop gewoon die kaart nu. Gebruik die kans ook om waardering te uiten, maar ook om kritiek te geven. Als u denkt, die Van Dijk, wat doet hij daar eigenlijk? Ja. Kom het me vertellen, ik ga graag in gesprek. Wordt gezellig. Zeker. Abonneer je ook op het kanaal. Vergeten we ook altijd maar weer te noemen. Petje af. Like deze uitzending en inderdaad, word lid van Petje af. Dankjewel. Jasper, geïnternaliseerd. Helemaal part of the team. Voor nu allen, jullie beiden, dank voor het fijne, verdiepende gesprek. Ik hoop dat we hier en daar wat denkbewegingen in gang hebben kunnen zetten. We wensen u allen een fijne bevrijdingsdag en tot de volgende week. Dag. Ja, mooi.